Het bezoek van Xi aan Poetin heeft duidelijk gemaakt dat de NAVO een geduchte tegenstander heeft in het Chinees-Russische bondgenootschap. De taal over en weer lijkt opmerkelijk veel op die in de Koude Oorlog. This is not only something that would be a serious problem for China's relationship with us, but a serious problem in its relationship with countries around the world. And let me just add this. China can't have it both ways when it comes to the Russian aggression in Ukraine. It can't be putting forward peace proposals on the one hand while actually feeding the flames of the fire that Russia has started with the other hand. Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. Ik praat erover met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie. Welkom. Goedemiddag, meneer Helmelburg. Goedemiddag, meneer Groothuis. Fijn dat u er bent. Hoe hebt u naar dat bezoek van Xi aan Poetin gekeken? Nou, als een politicus in Brussel, die moet kijken wat haalt Europa van informatie daaruit. Ik denk dat het natuurlijk wel een klap in het gezicht is voor de Europeanen. Dat je een oorlogsmisdadiger bezoekt die een genocidale oorlog op het Europees continent voert. Maar ik denk belangrijker nog, als je het strategisch kijkt, denk ik dat de kosten voor Xi wel vrij hoog zijn om dit bezoek te brengen. Kijk, een van zijn hoofddoelstellingen van buitenlandbeleid is toch het drijven van een wicht tussen de VS en de Europese Unie. In Brussel gaan de stemmen op van, nou, kies nou niet te veel jongens voor de Verenigde Staten. We moeten met China blijven handelen. Nou, als je dat wil bewerkstelligen, moet je niet dit doen. Zo verenig je de VS met Europa in je afkeer van de Chinese staat. De tweede is natuurlijk, hun hoofddoelstelling is heel eenvoudig, om te zeggen, China steunt soevereiniteit. Territoriale integriteit van landen. Erg belangrijk, omdat ze natuurlijk een One-China-policy hebben, waarbij ze natuurlijk Taiwan opnieuw willen inlijven en willen geen kritiek van derde landen. Nu gaan ze naar de grootste territoriale integriteitsschending op dit moment in de wereld en die geven ze steun. Hoe is het dan met je geloofwaardigheid op de wereld? Alles van dit wordt opgeofferd om het ene doel te bereiken, China op het wereldpodium, China en Rusland samen tegen voor de nieuwe wereldorde. Ja, en daar maak ik me zorgen om. Nou, even kijken, even de waarheid van de fictie scheiden. Een beetje ook in wat daar gebeurde. Ze tekenden een hele stapel documenten. Ja. Maar dat waren allemaal voornemens of verklaringen of zo je wil, vriendschapsuitingen. Maar concreet zat er niet veel in, behalve een gaspijpleiding. Ja. Naar China. En dat is inmiddels weer teruggetrokken, begrijp ik. Dat kun je niet meer terugvinden in de einddocumenten. Dus zoveel is er ook weer niet gebeurd. Nee, maar het is ook vooral een steuntje in de rug van Poetin. De oorlog zal niet goed gaan. De grootste vrees van Xi is denk ik op dit moment een pro-westerse leider te krijgen in het Kremlin. Dat was in de Koude Oorlog zo, na de Koude Oorlog zo. En toen moet u zich nog herinneren, dat weet u vast nog, er stonden er meer dan 20 divisies voor de grens van Mongolië. De grootste pijn die Xi kan overkomen, het worst case scenario, is dat er een pro-westerse zijn leider in het Kremlin komt. Dus geeft hij Poetin een steuntje. Dat zal hij doen met technologie. Dat zal hij doen met fossiele contracten. Dat zal hij doen met geld. Of hij dat doet met wapens. Ik denk dat hij eerst de andere zaken gaat proberen. Ja, voordat hij wapens gaat leveren. Punt, maar hij steunt. De Amerikanen Poetin waarschuwden. Hè, dat moet je niet doen, wapens leveren. Nee. En ze zeiden eerst, we hebben aanwijzingen. Dat namen ze toen weer even terug. Ja. Europa is een soort echo-put in dit verhaal. Dus we zeggen dat daarna. Was dit nu Dat praten over mogelijke wapenleveranties. Ik dacht, ik luister een beetje naar een massavernietigingswapensstuntje van de Amerikanen. Nee, ik denk dat je het altijd serieus moet nemen. Je moet ook duidelijk communiceren wat de kosten zijn. Mocht China overwegen om zware wapens te leveren, of überhaupt wapens te leveren aan Poetin, dat zal ze gigantisch gaan kosten. En die kosten die zijn aanzienlijk hoger dan het gestuntel wat hij nu afgelopen week heeft gedaan. Maar ik zeg wel bij, het heeft hem diplomatiek en qua goodwill in Europa gigantisch gekost. Ja. Dit zijn niet de bezoeken waarmee je de Chinese belangen in Europa makkelijk verder kunt bevorderen. Het is echt een domme zet naar mijn inzicht. Ja, dat kan wezen, maar misschien kijkt hij niet alleen Europa, en daar heeft hij ook groot gelijk in. Hij kijkt naar Azië. Poetin kijkt naar Azië. En ze hebben ook nog iets anders. Er is een soort gezamenlijke aversie tegen het Westen. Dat speelt ook een enorme rol. Ja, ze gaan de wereldorde veranderen. Dat hebben ze dan buiten afgesproken. Dat is heel sneaky gefilmd en uitgezonden. En wij, jij en ik, gaan samen de wereldorde hervormen. En dat is hun gezamenlijke opdracht. Maar onze gezamenlijke opdracht. Maar wie speelt de hoofdrol in die verhouding daar? Ja, dat is overduidelijk, Xi. Rusland is een volstrekt junior partner in alles. En Rusland zal het stof moeten bijten van Oké, okay, nou draai ik het even om. Hè. Ja. Wij hebben, denk ik, vanuit Washington sterke aanmoedigingen gekregen om ASML te verbieden bepaalde
apparatuur te leveren aan China. Dat hebben we niet zelf bedacht. Dat kwam uit. Zijn wij dan als Europeanen... Dat zijn gezamenlijke belangen, ja, hè, goed, maar dat is waar, dat weet ik. Nee, ik zeg niet dat het... Ik ga even niet over de inhoud van de beslissing. Maar dan zijn wij toch ook gewoon een junior partner van Amerika. Nou, kijk, op dit moment is het wel zo dat de grote garantie voor onze veiligheid in Europa is natuurlijk altijd nog vanuit de Amerikaanse krijgsmacht. Op het moment dat de dreiging die daaruit gaat, mocht iemand het in zijn hoofd halen om ons aan te vallen, is meer dan voldoende dat wij hier in vrijheid, stabiliteit en in welvaart kunnen leven. Ja. Dat is mijn lief ding waard. Tegelijkertijd moeten we nadenken over onze eigen zaak en een Europese zuil binnen die NAVO bouwen. Dan want de Amerikanen focussen hun steeds meer op China en op Azië. Dat betekent dat wij onze eigen broek moeten ophouden met defensie. Ja. Dat is erg belangrijk, daar werken we dit moment. Er stond een heel apart verhaal op Reuters vorige week. Even dat schiep nou te binnen. En daar was een of andere expert. En ik weet niet of hij gelijk heeft en ik weet ook niet meer wie het was. Maar laten we maar even zeggen. Reuters gaat doorgaans met goede mensen in zee. En die zei als de Verenigde Staten zich om wat voor reden even van ons zouden afwenden en op dat moment valt Rusland Europa aan, hebben wij munitie voor één dag. Ja, duidelijk is geworden dat we volstrekt ondergeëquipeerd zijn om ons volzelf te verdedigen. Daar hebben we de Amerikanen voor nodig. Die analyse die heb ik al heel vaak gemaakt, ook in dit programma. Het gaat erom dat we grote strategische wapensystemen nu in Europa gaan ontwikkelen en onze afhankelijkheid van derde landen gaan verminderen. En dat is ook wat er afgelopen week in Straatsburg en Brussel is besloten. We gaan steeds verder samen defensieinkopen doen en ook materieel ontwikkelen in Europa. Ja, Europa komt met een Chips Act. Ja. Minder afhankelijk van China en technologie beschermen. Vorige week kreeg u van commissievoorzitter von der Leyen een brief naar u persoonlijk, ja, waarin ze haar zorgen uit over Nuketech, een Chinees bedrijf. Leg eens uit wat ze hier waarom. Er zijn hoeveel? Meer dan 700 leden in het Europarlement. Waarom wordt Bart Groothuis verkozen tot ontvanger van deze missie? Ja. Nou, president von der Leyen had me een brief gestuurd als reactie op een brief die ik haar had gestuurd. Van er is nu een aanbesteding in Europa van een miljard euro om onze buitengrenzen te scannen. Dat betekent als u aankomt op een vliegveld, dan wordt u gezicht gescand, uw biometrie, maar ook uw bagage en ook cargo in onze havens, et cetera. Daar is een Chinees bedrijf in die markt, een staatsonderneming, en die onderbiedt eigenlijk altijd met 25-35% de Europese of Amerikaanse concurrenten. Die nestelen zich in onze vitale infrastructuur en ik vrees dat ze dat soort informatie ook tegen ons kunnen gebruiken. Ze kunnen onze grenzen stilleggen. Ze kunnen het als wapen gebruiken. En wat ik heb gedaan, is haar erop gewezen van druk die Chinese partij uit deze aanbesteding. En voilà, het heeft daar 3,5-4 maanden gekost. Maar ik kreeg een brief en die zegt, nou, dear Bart, I agree. En wij geven nu de lidstaten een instructie om die Chinese partij uit die aanbesteding te drukken. En dat is denk ik nogal groot nieuws. Het is nog niet opgepakt, grootschalig, maar dit is wel echt groot nieuws. Een belangrijk resultaat. Ik begrijp het. Het is heel mooi dat u, om in journalistieke termen te praten, een scoop had in dit geval. Maar het was misschien in haar belang geweest om dat aan het hele parlement mee te delen in plaats van alleen aan u. Dus daar moet tactiek achter hebben gezeten. Of dacht ze, ik wacht even tot hij in benen naar de wereld verschijnt en dan kan hij het vertellen. Nee, de Chinezen hebben altijd een uitweg nodig. Het is een schaamtecultuur, dus je moet niet publiekelijk de Chinese staat vernederen. Dit wordt achter de schermen gedaan. Het is wel een concreet resultaat die je kunt doen. Breed in de media zul je het niet lezen, maar het is wel degelijk een concreet resultaat tegen een onzichtbare dreiging die hier weer het hoofd wordt geboden. Ja, nou even, het gaat om in hoeverre wij China willen en kunnen bedreigen met van alles, of de pas afsnijden, met voorbeeld wat u nu noemt. Aan de andere kant, als je ziet hoe die economieën verstrengeld zijn, zitten tot in elkaars haarvaten. Ja. De Duitsers hebben autofabrieken in China. In Xinjiang, meneer Hammelberg. Ja, de grootste afzet, de Amerikanen met General Motors, idem dito, dat zijn enorme belangen. Dus als je nu met dit soort dingen komt, hè, we verbieden één bedrijf, of er mag één soort chip niet worden gemaakt met een chipmachine, dan kunnen de Amerikanen of de Chinezen toch oproepen, joh, uit de groep. Ja. We hebben jullie al helemaal in de tang. Het gaat niet om het volledig ontkoppelen, wel om het risico naar beneden te brengen. Dat doe je ten eerste in de vitale infrastructuur. Vandaar ook mijn brief. De mensen praten nu veel over TikTok, maar dat vind ik minder belangrijk. Ik vind het belangrijker dat nou, we kijken. Als ik even mag onderbreken, net op dit moment, kijk net even op de BBC-site, en die is zelfs een live blog begonnen
over de TikTok-affaire. Dus ja, dat is wel heel groot. Dat het leeft. En omdat mensen dat kennen en voelen. Maar er zijn ook heel veel Chinese technologie in onze vitale infrastructuur die mensen niet kennen. En waar je dus ook minder over leest. Maar dat betekent niet dat het minder belangrijk is. Het nieuwe politieke, militaire speelveld, maar ook het zenuwcentrum van onze toekomstige samenleving is 5G en 6G. Ja. Willen we daar de Chinezen een rol geven? Willen we daar dat elk bedrijf vanuit China een opdracht kan worden gegeven vanuit de staat waar het Chinese bedrijf aan moet voldoen en elke ingezetene. Maar dit is high-tech en nu low-tech. Ik bedoel, 90% van alle Amerikaanse antibiotica wordt in China gemaakt. 90%. Ja. Het duurt wel even voordat je dat omdraait. Ja, geldt voor onze vitamine C-productie, maar geldt voor onze zonnepanelen. Dus wat wij moeten doen is meer industrie terughalen naar Europa. Afgelopen week is gepresenteerd de Net Zero Industrial Act, maar ook de Critical Raw Materials Act. Dat betekent dat Europa zelf kritieke aardmaterialen wil gaan produceren. En we hoorden dat net ook op de radio, op het nieuws. De VVD is er ook voorstander van. Maar dat we ook veel meer industrie hier naartoe willen halen, terug willen halen, reshore, friendshore. Het zijn bij allemaal termen die erbij horen de komende tijd. Ik hoorde Jan Aad Adolfsen ook zeggen dat D66 niet met u meedenkt in dat geval. Nee, D66 denkt dat we een liberale wereldorde hebben en houden op regels gebaseerd. Maar ik constateer dat die steeds meer op deal gebaseerd is, op macht. En ik vind dat je dan zelf na moet denken. Geopolitiek moet je vooraf inprijzen, niet achteraf. Vooraf lijkt het heel duur dat je het zelf gaat maken, misschien minder efficiënt. Achteraf, na een oorlog, hebben we gezien met Rusland, wordt de gasprijs duurder. En worden ook de afhankelijkheden naar China duurder als Taiwan bijvoorbeeld zou worden ingenomen. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.